1096 ging een leger van 320.000 mannen en vrouwen te voet vanuit Europa naar de stad Jeruzalem, die op dat moment in islamitische handen was. Wat was er aan de hand? Wat wilden de Europeanen hiermee bereiken? En welke gevolgen had dit? Dit is Jeruzalem, de hoofdstad van het huidige Israël. Deze stad is zowel voor christenen als moslims erg belangrijk. Zo staat er sinds de 4e eeuw de heilige grafkerk. De christenen geloven dat Jezus hier zou zijn begraven. Een paar honderd meter verder is in de 7e eeuw de rotskoepel gebouwd. De moslims geloven dat Mohammed hier naar de hemel zou zijn gestegen. Vanaf de 7e eeuw waren hier de islamitische Arabieren de baas. In de 11e eeuw sloopte zij de heilige grafkerk en als reactie riep de paus alle christenen in Europa op om Jeruzalem te bevrijden. In 1096 ging het eerste leger met zo'n 320.000 mannen en vrouwen op pad. Op hun kleding droegen zij een kruis, waardoor de naam Kruistocht ontstond. Pas na een jaar kwamen er 40.000 van hen aan in Jeruzalem. Zij veroverden de stad, richtten een bloedbad aan, bouwden een nieuwe heilige grafkerk en van de rotskoepel maakten zij een kerk en van de Al-Aqsa-moskee een paleis. In 1187 heroverden de moslims onder leiding van Saladin Jeruzalem weer terug. De rotskoepel en moskee werden weer islamitische heiligdommen. Er volgden nog enkele kruistochten, maar Jeruzalem bleef definitief in islamitische handen. Wel lieten de moslims de heilige grafkerk staan en mochten christenen deze kerk blijven bezoeken. De kruistochten zorgden ervoor dat de Europese en Arabische kennis over werd genomen. Zo kregen de Europeanen de kennis over besmettelijke ziekten, gingen ze het kompas gebruiken, wisten ze hun routekaart over zee te perfectioneren en gingen ze rekenen met Arabische cijfers. Wat geeft toe? Het getal 1998 is in Arabische cijfers beter te lezen dan in de Romeinse cijfers die tot dan toe werden gebruikt. Ook de Arabieren namen kennis over van Europeanen, zoals bijvoorbeeld de kruisboog. Ook verdienden zij erg goed aan handel met Europa.